Het is een van de snelst groeiende sporten van Nederland. Padel. Een mix van squash en tennis. MLTV 90 in Monster is de trotse eigenaar van de eerste Westlandse padelbanen. Zondag was hij dan ook het eerste Westlandse kampioenschap padel. Dit is eigenlijk al drie jaar geleden begonnen toen wij een keer een teamuitje hadden met z'n allen. En in Rijswijk daar kennis maakten met dit spelletje. En ja, het Monsterse MLTV naar een ander niveau te trekken. Dat is eigenlijk het idee. Ik ben nu gewoon echt totaal overgestapt op padel en totaal geen squash meer van mij dus nu. Dus. Ik padel nu 3 jaar en ik heb daarvoor 41 jaar getennist. Maar daar ben ik mee gestopt. Ik ben verkocht, ik ben helemaal overgestapt, overal mee gestopt. Ik sta ineens 15 tot 20 uur in de week trainingen te geven. En die zag ik niet aankomen, nee. De introductie van padel bij MLTV 90 is een gouden stap gebleken. We hadden eigenlijk ingeschat op 10 nieuwe leden dit jaar, maar we zitten nu op de 50. Alleen op padel, dus dat is echt absurd. Dus. Een van de spelers op het toernooi is Jos Bakker. Ik was eigenlijk al een tijdje op zoek naar een andere sport. En ik had padel op internet gezien. En dat leek me echt leuk. En ik was eigenlijk al in de omgeving een beetje aan het zoeken. Maar er was nog niet echt een padelbaan in de omgeving. Hij komt meteen in Monster terecht. Jos, gefeliciteerd. Ja. Op het eerste Westlandse kampioenschap schopte hij het tot de tweede plek bij de gevorderden. Dit zijn beelden van de finale van de nog hoger spelende wedstrijdspelers. Die werd gewonnen door Patrick Kogenbach en Robert Scholtes. Dit was een open kampioenschap, dus ook spelers van buiten de club mochten meedoen. De club heeft 2 vonkelnieuwe padelbanen. Blijft het hierbij? Avonden zitten echt helemaal vol, de hele week door. Dus ja, en op een gegeven moment moet je toch een stap voorwaarts maken. Nou, wij willen eigenlijk gewoon doorpakken. En dus we zijn stiekem aan het kijken of we dat niet in een korte periode kunnen waarmaken. Dus.